Nu, we mochten deze week zeker ook absoluut niet klagen hè, van het weer. Er was nauwelijks wind en het is zo goed als droog gebleven. Nu, vorige zaterdag gaf ik wel aan dat de kans op buien toenam vanaf vandaag, maar het is dus gelukkig helemaal van de weerkaarten geveegd sinds enkele dagen geleden. We gaan toch echt wel een mooi en warm weekend tegemoet. Deze middag en namiddag is het zonnig, maar vanaf de avond verschijnt er toch meer bewolking en dan kan het zelfs zwaar bewolkt worden. Er staat een redelijk zwakke wind uit het westen, waardoor dat het toch een graadje frisser zal zijn dan gisteren, met maxima tussen de 22 en de 23 graden. En dan ja, morgen wordt het startschot gegeven voor een bijzonder warme nazomer en heel misschien wel de tweede hittegolf van dit jaar. We starten morgen nog behoorlijk fris wel, met het kwik dat schommelt rond de 12 graden, maar dat is toch al een pak zachter dan de voorbije ochtenden. En dan 's morgens dan verwacht ik ook nog lokaal mist. Maar ja, tijdens de namiddag wordt het toch weer zonnig t-shirt weer, want de temperatuur die zal stijgen van 22 graden naar zelfs 25 graden. En dan maandagochtend is het ook nog verdacht fris, met minima rond de 13 graden, maar het wordt wel degelijk warmer dan 30 tijdens de namiddag. Het wordt daarmee de warmste 14e september ooit in ons land. En het vorige record, 29,7 graden, dat dateert van 2016. Nu, van wolken of wind is er geen sprake. Dus het zal toch wel piffen worden. En ja, de hitte die zal s'avonds toch wel redelijk snel verdwijnen, gelukkig, aangezien dat de zonsondergang toch al plaatsvindt rond 8 uur. En dan dinsdag, dat wordt dan de warmste dag van de week en bovendien ook een van de warmste septemberdagen tot nu toe. Het kwik zal zelfs kunnen stijgen naar 33 à 34 graden. En ja, dan spreek ik nog over de temperatuur in de schaduw gemeten. In de zon is dat ja, zo'n 50 graden. Hè. En de allerwarmste septemberdag, dat was 4 september 1929. Toen was het 35 graden in de schaduw. Maar ja, dat record gaan we dus gelukkig niet breken. Maar het temperatuurrecord van 15 september uiteraard wel. Maar dinsdagochtend, dus ochtends vroeg, rond 7 uur, zal het wel ook nog aangenaam zijn met minima rond 15 graden in onze regio. En dan vanaf woensdag, dan blijft de maximumtemperatuur nog redelijk onzeker. De meerderheid van de modellen die voorziet dat de wind wat zal toenemen en eerder uit noordwestelijke tot noordelijke richting zal komen, waardoor we toch geen 30 graden meer zouden halen. Dan zal er dus net geen sprake zijn van een hittegolf. Het wordt dan eerder 26 à 28 graden. En je zou het trouwens niet verwachten, maar na een zwoele dinsdagnacht is er woensdagochtend een redelijke kans op mist, met minima rond de 16 à 17 graden. Maar dat zal wel vrij snel verdwijnen in de loop van de morgen. Het blijft woensdag wellicht droog, maar een regen- of onweersbui kan ik tijdens de avond niet uitsluiten. En dan vanaf donderdag, daar komt er wat meer wind te staan, maar ja, ik spreek dan over windkracht 3 of af en toe 4. Maar ja, dat lijkt voorlopig ook het enigste minpuntje te zijn, want het ziet er naar uit dat het droge en zomerse weer zich zal verder zetten. En ja, we zien toch wel dat die temperaturen stilaan in dalende lijn gaan. Maar ja, daar kan ik nu nog geen getallen op plakken, want dat is nog veel te onzeker. Dus ja, nog even samenvatten misschien. Dus buiten een mogelijk zwaar bewolkte periode vanavond, wordt het de komende dagen echt wel genieten van veel zon en warme temperaturen met nauwelijks wind. Maandag en dinsdag wordt het voor veel mensen zelfs te warm, met temperaturen die ruim boven de 30 graden uitkomen. En vanaf woensdag dan gaan de temperaturen stapsgewijs naar beneden, maar het blijft wel zonnig. En bovendien blijft het waarschijnlijk droog tot volgend weekend, of zelfs tot het begin van de herfst. Dus ja, het is nu al duidelijk dat september een zeer droge maand zal worden.